We gaan een avondje buiten spelen. Met onze grote vriend. Nou, wat deed je met commentaar voor vandaag, jongens? Met Color Pulse, Bees, Whistling en Spinning Stars. Wow, dwaas. Dit wil je nou. Kijken. Let op, alles in deze video is levensgevaarlijk. Doe dit thuis dus niet na. Sterker nog, doe dit gewoon überhaupt niet na. Veel kijkplezier. Dames en heren, ik ben ontzettend dankbaar voor al uw fanmail dat ik altijd krijg. Maar op een gegeven moment heb je zoiets, ja, moet je ermee. Dus we flikkeren het gewoon het water in. Dus daar gaat hij. Wel branden natuurlijk. De Duitse spullen winnen. Ja, al het vuurwerk nou. En mensen, maar zeiken dat vuurwerk slecht voor het milieu is. Nou, zoals ik al zei, seks is ook slecht voor het milieu. Zien jullie dat? Er liggen gewoon condooms hier. Smerig. Er ligt er ook eentje. Ik snap niet dat je gaat neuken dat je condooms gebruikt, dus voor mietjes. Ik steek hem altijd zo in het gat. Ja, dan gooi ik hem. Stik je hem aan. Ik ga vast houden, dat alle weer de rondjes aan zijn. Wachten. Ja. Gooi. Oh, wat is dit? Jongens. Oh, allemaal tegelijk, hè. Dat is een mooi spul. Ze gaan allemaal tegelijk aan. Ja, ze gaan allemaal tegelijk. Dat is het hele idee weg. Ja, dat is een massa explosief spul. Welke zijn dat? Van Slobber zeg. Weet niet. Ja, die wetten zijn maar slom. We steken één lontje steken aan, kijken of het massa-explosief is. Pannenkoek, prutser. Nee, het is geen massa-explosief. Oh ja, gooi hij precies tegen het ding op. Kijk hem opnieuw heen stellen. Wacht even. Had je alleen te knallen dat? Ploep. Dat is gewoon een betonblok, wat zinkt je. Gewoon een duikboot. Wij noemen het een heksenkring, maar ja. Hoe noemen ze het anders ook weer? Zonnetjes. Een natiekring. Een relatiekring? Ja, een relatiekring, ja. We maken een kringetje van rotjes en van kruid. We maken een kringetje van rotjes, ja. Ja, kom ik zeg hem aan. Zo lang rond te aan douwen. Dat is toch een beetje zonde, dat gaat toch aan, ja. Dat gaat er aan, ja. Steek aan. Ja, dat knalt die misschien nog wel. Oh. Oh. Oh, jongen. Oh. Wauw. Het zijn twee museumstukken uit het Limburgs Vuurwerkmuseum. Oké, ja. En die gaan we vandaag eens eventjes testen. Ik ben benieuwd. Cor zelf als eerste. Dat jij dat durft uit je handen doen. Ja, nou. Redelijk. Nou, wat doe je met het commentaar voor vandaag, jongens? Met Color Pulse, Bees, Whistling en Spinning Stars. Dat gaan we gewoon even overdag doen. Van Horse Brand. Laat me de doos staan trouwens, denk ik. Ik denk dat beter is. Want als je deze eventjes kan pakken, dan laat ik de volgende even zien. Ja, dat is John. Victor. John, aan staat John. John, oude scheidszak. Laat je ook met die zinken. Ja.
dat is musea, ja. Godverdomme, hé. Lijpe shit. Zijn altijd tegelijk afgegaan, hè? Ja. Ja. Benaderen vuurwerk. Nee, dat is nog niet. Kijk, zitten nog twee gelaaien. Gevaarlijk, oppassen. Man, wat ging dat? Lijpe. Was wel gaaf, hoor. Kun je vuurwerk dus lang bewaren? Nou, 20 jaar ziet staan hout om vuurwerk te bewaren. Staat dus in veel te kort. Ja, je moet je bek houden. Je draagt gewoon de lucht in, jongen. Ja, Hey, zijn wel dure pijlen, hè? Het zijn dure pijlen, jongen. Ja, het is ook dure tape, jongens. Het is van de Tessa. Doe rustig, jongen. Doe rustig. Dan kunnen we die stok daar nog eens een keer oppakken en dan nog dat is wel beter. Ja, dat is een goed idee, jongen. Goed idee, dan ga jij zoeken. Goed idee. Nee, jongen. Pyro, ik weet niet wie je moet zoeken. Kijk eens even goed. Okay. Nee, het uitlenen gaat wat minder, maar... Het uitlenen gaat wat minder, joh. Zo, lekker stoken. Ja, twee keer 4-inch bolpijlen. Ja. 3-inch salute, Italiaanse Mark, Shell, ja, weet ik het allemaal. Dat is een flitsding of wat? We zijn van die flitsdingen. Ja, flits. Wat doen ze eigenlijk? Ja, wat doen ze? Wat is dit? Nou, theatervuur. Theatervuur? Ja, met flink wat visco erin. Zakkie tegelijk? Zakkie. Zakkie. Dat is al flink fikken, hoor. Dat is een flink fikkie? Ja. Firefly. Oh, mooi. Ja, dat is goed wel, mensen. Hey, pas op met je oren, hè. Prima. Oké, dan. Wat is dat? Streamlink. Streamlink. Een vuurwerkexpert. Vuurpijl. Okay, nou, dus even naar de topkeken, naar de boven kijken, naar de bovenkant hier, ja, mooi, twee cakes. Heel mooi, ja, hoepad, helemaal doorgewond. Jongens, helemaal getuned, 8 inch. Nog eentje in het veld, prima. Dit gaan we in elk geval doen, dus we zullen in deze video eens even een paar dingetjes ervan laten zien. Dan krijg je eerst de Black One en dan de 2-0 Classic. Wat is de Black Thunder? De Black Thunder? Ja. Dan de 2-0 Black Thunder naar de... Wat is het? 2-0 nog? 2-0 Classic. Kut, gooi uit. Zo, dan zijn we weer bij de volgende locatie aangekomen. Kijk, aan de overkant is Nederland en wij staan nu in België. Dus even een zwaai naar alle Hollanders. En dan kan de Nederlandse politie komen, kunnen ze schreeuwen aan de overkant van het water. Precies, schijt eraan. We gaan beginnen. Ja, dat is een kikje van die vlog. Twintig. En dit wil je nog. Kijken.
Daar komen ze. Ik gooi hem hier zo boven het veld. Ja, dat is goed. Ik wacht even op die auto's wel. Het is gaan regenen, dus we moeten helaas gaan staken met asgoeten. Maar niet getreurd, want er komen vast nog andere video's, stookvideo's met ons. Dus wij danken LVT voor de gezelligheid en het vuurwerk. En we zien elkaar de volgende keer, jongens. Tot de volgende stookvideo. Tot dan!